zijn met elkaar. Dus dat zit, daar zit een beetje een stuk netwerking in. De enorme kwaliteit aan sprekers die je Nintes weet te strikken. Elk event is een hoogtepunt uiteindelijk. En daar zijn we elke keer weer trots op. Dus juist die combinatie van enerzijds inhoud en anderzijds zeg maar het sociale, het netwerk eromheen. Ja, dat vind ik eigenlijk het unieke. Als je persoonlijk verrijkt op hoge grote thema's als de toekomst van energie, is natuurlijk een redelijk groot thema. Om daarover na te denken, dus maatschappelijke thema's. Nintes hebben wij bescheiden opgezet 5 jaar geleden. De toppers van morgen worden, want zij moeten de bazen van Nederland van overmorgen worden. Dat was ons visioen. En dat je over onderwerpen spreekt waar je in je dagelijks werk niet zo aan toe komt. En hier heerst een optimistische stemming en de mensen die op Nintes komen, hier deze jongelui. Een prachtig netwerk hebben neergezet. En het was een idee wat uit het hart kwam, dus iets wat we hartstikke leuk vonden om te doen. Dat je de gelegenheid hebt om jonge mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Ik vind het echt een cadeau om bij Nintes te zijn. Ik heb altijd het gevoel dat ik mijn accu aan het opladen ben als ik hier ben. En het discussiëren en verwoorden van hoe jij in die problematiek staat en wat je daarvan mee zou kunnen nemen naar het eigen bedrijf. Nintes werkt er hard aan, haalt toptalent bij elkaar. En dat heb je heel hard nodig om de uitdagingen die voor ons liggen in de komende periode met groot enthousiasme en moed tegemoet te gaan. Ik toast op de volgende 5 jaar. Ja, en ik op de volgende 10. Van Nintes staat gewoon voor kwaliteitsopleiding, inleiding en verdieping van de geest. Het leiderschap, want daar gaat het om bij Nintes. Nu dat van iedere leider gevergd wordt. We hebben ook ingevoerd om tussen de Nintes-bijeenkomsten, als dat mogelijk was, met de sprekers nog eens wat dieper door te praten dan bij de Nintes-experiences. Wat ik merk is dat we een jonge generatie krijgen die moeiteloos een zakelijke oriëntatie, maar ook een ideële oriëntatie, gericht ook op duurzaamheid, combineert. Zoals dat denk ik ook kenmerkend is voor het leiderschap, zoals dat binnen Nintes gestimuleerd wordt. Als we weer naar huis rijden naar een event, dan ga je weer met veel energie naar huis. Als Nintes ooit nodig is, dan is het juist wel in dit tijdsgevricht. Dus ik hoop dat Nintes inderdaad de komende jaren zal groeien en dat dat het leiderschap zal opleveren dat onze samenleving straks weer uit de haren, uit de crisis zal trekken.